Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Woordvoerder president gaat breedvoerig in op besluiten, regeringsraadvergadering. Ministers Suldin, Amoxi en Ramdin gaan in op actuele zaken tijdens regeringspersconferentie. En Suriname Energy Guide moet helpen met duurzame energiestrategie. Tijdens de regeringsraadvergadering van woensdag 31 juli heeft het kabinet onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi belangrijke besluiten genomen. Zo is het besluit genomen om financiële middelen vrij te maken voor compensatie van boeren in Nikeri die verlies hebben geleden. Er is tijdens de vergadering goedgekeurd dat Dinesh Kaupu zal worden aangesteld als plaatsvervangend landmeter op het MI-GLIS. Ook zijn er een tweetal presentaties gehouden. Jason Simon, woordvoerder van de president, geeft een breedvoerig verslag over de vergadering. Woensdag 31 juli 2024 vond er wederom een regeringsraadsvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zijn diverse onderwerpen besproken. De regering onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi heeft hierbij besluiten genomen die van belang zijn voor de ontwikkeling van Suriname, zoals het vrijmaken van financiële middelen ter compensatie van de rijstboeren. Daarnaast hebben er presentaties plaatsgevonden door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Voedselveiligheid en het behoud van deze belangrijke sector zijn voor de regering belangrijke prioriteiten. Tijdens de regeringsraadsvergadering is ook het besluit genomen om financiële middelen vrij te maken voor een tegemoetkoming aan de rijstboeren. De agrariërs, een van de belangrijkste groepen, hebben in de afgelopen tijd enorme schade geleden door de negatieve effecten van klimaatsverandering. In dit kader heeft de president tijdens een werkbezoek aan het district Nikeri eerder dit jaar de getroffen boeren een financiële tegemoetkoming toegezegd. De voorbereiding hiervoor, waaronder registratie, controle van de arealen en vrijmaken van financiële middelen, hebben enige tijd in beslag genomen. Maar dit vraagstuk is nimmer van onze prioriteitenlijst gehaald. Rijstboeren zullen tot een maximum van 150 hectare, SRI 2000 per hectare, ontvangen. Over enkele dagen wordt een aanvang gemaakt met de uitbetaling aan de kleine boeren middels overmaking op hun bankrekening. De grote boeren kunnen in de maand oktober hun overmaking tegemoet zien. De regering onder leiding van de president zal duurzame ontwikkeling van Suriname altijd voorop stellen. Alle uitdagingen en vraagstukken zullen in goed overleg, middels dialoog en gedegen kennis en kunde worden opgelost. Die garantie wordt gegeven door de huidige regering. Dinesh Kaupu zal worden aangesteld als plaatsvervangend landmeter op het MI-GLIS. De instantie werd geconfronteerd met enkele uitdagingen, waardoor er achterstanden ontstonden. Met de aanstelling van Kaupu wenst de regering deze uitdagingen op te lossen, zodat er bijgedragen kan worden aan het inlopen van de achterstanden. Er is ook goedkeuring gegeven door de regering aan 241 grondconversieaanvragen. Ik moet erbij vermelden, de president heeft benadrukt dat het digitaal systeem dat ontwikkeld is door deskundigen die grotendeels bestaan uit ADECO-studenten en EGOV, heel transparant en efficiënt verloopt. Goede ontwikkelingen die goed bestuur bevorderen. Ten slotte hebben aan het eind van de vergadering twee presentaties plaatsgevonden. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft door haar deskundige, meneer Maurits Hatsankan,
een presentatie gehouden om een Nationaal Instituut voor Geschiedenis en Cultuur op te zetten. Door de deskundigen is naar voren gebracht dat er vanaf 1975 behoefte was om onze geschiedenis te herschrijven. Dit project heeft als doel de studie en het onderzoek naar de geschiedenis en cultuur van Suriname en de geschiedschrijving te bevorderen. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft via haar deskundige een presentatie gehouden met als onderwerp standaarden en richtlijnen met betrekking tot de ruimtelijke inrichting van het land. Om een deugdelijke ruimtelijke ordening tot stand te brengen, zijn randvoorwaarden nodig. Het directoraat Ruimtelijke Ordening van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, timmert sinds haar instelling in 2020 aan de weg om de nodige randvoorwaarden te creëren, zoals de wet voor de ruimtelijke ordening, de visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van het land, structuurvisies van de districten en standaarden en richtlijnen voor de verschillende sectoren. Al deze randvoorwaarden zijn belangrijk om het land ruimtelijk goed te kunnen ontwikkelen. De standaarden en richtlijnen zijn vervat in een document en zijn aangeboden aan de president door de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, minister Dasai. Het doel van deze landinrichtingsstandaarden is het bevorderen van de ontwikkeling van duurzame, veerkrachtige, milieuvriendelijke samenlevingen, waarbij op lang termijn rekening wordt gehouden met het behoud en de bescherming van onze natuurlijke rijkdommen. De president is heel erg ingenomen met dit initiatief, waarbij door de regering goedkeuring is verleend om gelijk van start te gaan met de voorbereidingen. De regeringsraadvergadering hebben de ministers Parmanat Soudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking de media omstandig geïnformeerd over besluiten genomen tijdens de RRV. De bewindsmannen zijn ook ingegaan op diverse vragen. Wij voeren u terug naar het persmoment. Vandaag hebben we op agenda gehad in de regeringsraadsvergadering de tegemoetkoming welke eerder beloofd was door de president, door de regering, aan de rijstboeren in Ikeri. Dit allemaal vanwege de schade die ze hadden geleden en die te maken hebben met de negatieve effecten van klimaatsverandering de afgelopen paar jaren. We hebben gemerkt in 2021 en 2022 die zware overstromingen. 2023, vorig jaar, een droogteperiode van 8 maanden lang. En daartussenin zit dan jouw seizoen. En om je gewas groot te brengen en te oogsten. Hoe ga je dan daarmee om? En het is allemaal niet zo prettig geweest voor de boeren zelf. Maar de boeren zijn ondernemers en die moeten doorgaan. Die kunnen niet stoppen. Omdat alle kosten gewoon doorlopen van de bank, van arbeiders. Dus voor de geleden schade heeft toen de regering besloten om tenminste beloofd met een tegemoetkoming te komen. Vanaf april zijn we begonnen met de registratie van de boeren. Hun arealen opnemen, kijken wie waar bezig is. Want tegenwoordig is een tendens dat je niet alleen maar achter je huis bezig bent. Maar je ziet boeren op diverse locaties bezig zijn. Ze huren ook terreinen in van anderen. En die stoppen met de productie van rijst. Waardoor het een beetje door de hele versnippering iets langer heeft geduurd. Daarna ga je weer controleren met je team op het veld of alle gegevens wel kloppen. Daarna zijn er ter inzageleggingen geweest. Kortom, we wilden een transparant systeem daar hebben. En vorige week, de laatste ter inzagelegging, is heel goed gegaan. Je zag nauwelijks klachten. En
Enige veranderingen die zijn binnengekomen waren veranderingen van bankrekeningen. Ik heb vervolgens afgelopen zaterdag een grote groep boeren ontvangen in Tenimnikeri. En die met allerlei vragen daar stonden. Van hoeveel gaat er vergoed worden? Wanneer gaat die vergoeding komen of die tegemoetkoming? Ook vragen die te maken hadden met waterhuishouding en andere zaken. Er wordt nu al gezinspeeld op de paddyprijzen van komend seizoen. Terwijl we net klaar zijn met de inzaai. Ik heb ze toen daar uitgelegd van, luister, laten we eerst kijken van naar belangrijkheid. Hoe groot de nood bij jullie is. En de eerste groep die ermee kwam, die waren van, de bank zit achter ons aan. We moeten nu, hebben we aanmaningen, we moeten versneld aflossen. Kunnen die gelden die welke ons beloofd zijn, niet rechtstreeks worden overgemaakt naar de bank? Ik zei, oké, prima, goed voorstel. Komen jullie vanaf maandag hier registreren? En we hebben daar, de registratie is al praktisch afgesloten. We hebben daar 5 gevallen gehad van boeren die urgent de bank moesten aflossen. Daarna zijn we doorgegaan, boeren die voor hun gewasverzorging middelen nodig hadden, maar niet daarover konden beschikken. Die hebben ook gevraagd van help ons. Om tenminste de benodigdheden binnen te halen, kunstmest, chemicaliën. Die hebben ook de kans geboden van komen die registreren vanaf maandag. En van de bijna 1700 boeren hebben ongeveer 250 boeren zich laten registreren bij LVV. We hebben hun arealen opgenomen en ook hun toegezegd van luister, wij garanderen dat qua gewasverzorging jullie niks mislopen dit seizoen. We gaan jullie ondersteunen als overheid. En vervolgens, na alle inventarisatie gepleegd te hebben, heb ik gisteren met collega Financiën gezeten. Natuurlijk moet je kijken naar de financiële ruimte. Betaalbare stellingen moeten plaatsvinden. En uiteindelijk hebben we besloten van luister, we hebben een opsplitsing gemaakt. Er is een grens bepaald van 150 hectare. Boeren die tot 250 hectare, nee sorry, 150 hectare. En aan grondbewerking hadden gedaan en of hadden ingezaaid. Die zullen wij onder categorie brengen van de kleinere en middenstandsboeren. En de grotere boeren die meer dan 150 hectare hadden ingezaaid, die hebben we toen de grotere boeren genoemd. En calculaties wezen uit dat het ging, in totaal ging het om ongeveer 30.000 hectare. Waarover we praten. En we hebben besloten samen met de president om een tegemoetkoming te geven van 2000 SAD per hectare. Waarmee dan het totale bedrag kwam op ongeveer 60 miljoen. We gaan nu starten met voorbereidingen richting de banken. Tenminste, een LVV gaat nu die 2 categorieën opsplitsen. En dan weer opsplitsen richting wie bij welk bank bankiert. Om dan per bank alles in orde te hebben. En we maken erop dat wij medio augustus zullen starten met de eerste overmakingen. Voor wat betreft de veiligheid. Een paar dagen terug heeft het Korpspolis Suriname, de korpsleiding, heeft een uitgebreide persconferentie gehouden daarover. Maar dat ons laat mij niet om ook aan te geven dat voor wat betreft de recente ontwikkelingen, ik mag aangeven dat het project Zero Tolerance wordt voorgezet. Niet zo lang terug is het ministerie ook gelukt om 11 voertuigen toe te wijzen aan het Korpspolis Suriname. Ook 2 bussen, volgens mij 4 voertuigen aan KPA. En het is natuurlijk een druppel op een heel hete plaat. Maar we zouden zeggen, alle beetjes helpen. Ik kijk natuurlijk uit naar meer mogelijkheden
om de mobiliteit van het Korps Politie Suriname, maar ook de andere korpsen, om daarin wat verandering te brengen. Voor wat betreft veiligheid binnenland, we hebben de laatste tijd ook wat gruwelijke berovingen gehad, onder andere bij Villa Brazil. Daar wordt het onderzoek voortgezet. De focus voor de komende maanden om toch wel de veiligheid in het binnenland onder beheersbare, eigenlijk terug te dringen, is vaste posten op Stoelmanseiland, Guyaba, in de buurt van Guyaba zal er een politiepost komen. Sneezy Condre, daar wordt in samenwerking met Newmont, wordt dus een politiepost, politiebureau, met die ook, dat ook andere diensten zal faciliteren, daar wordt opgezet. Kijken ook naar, er zijn ook plannen om bij het Stuurmeer ook de politie te huisvesten. Verder de bouw en modernisering van de controleposten. Klaaskreek, Stalkers-Ijver, Pikin-Saron. En ja, dat moet het zijn. Verder in Zuidoosten, Suriname, bij Lawa Antino, het leger was daar. Ze hebben zich teruggetrokken. En ik heb de toezegging van mijn collega van Defensie dat deze post dus zal worden overgedragen en ter beschikking gesteld zal worden van het Korps Politie Suriname, zodat inderdaad daar ook een politiebureau kan worden gevestigd. Niet dat de politie daar aanwezig is, maar het zou goed zijn om een sterkere politie-eenheid daar te hebben. Voor wat betreft de surveillance, monitoren van activiteiten in het binnenland, is er ook een project begonnen met IDB, waarbij digitale surveillance gefaciliteerd zal worden. Dit project zal in samenwerking met Brazilië worden uitgevoerd. Terwijl we hier praten, vindt op dit moment een vergadering plaats van de permanente raad in een spoedzitting in Washington DC over de verkiezingen en de verkiezingsuitslag en allerlei claims en uitspraken die worden gedaan in Washington DC. Ambassadeur Schalkwijk is aanwezig en we hebben eigenlijk continu contact over hoe dat verloopt. Dus de ontmoeting is nog gaande. Ten aanzien van onze ontmoeting in Grenada, uiteraard informeel is er veel gesproken over de ontwikkelingen in Venezuela en de gevolgen, de mogelijke gevolgen daarvan. Er zijn sommige landen die heel dichtbij zijn. Ook Curaçao, die recentelijk is toegelaten, is dichtbij. Aruba zeker. Dit zijn landen die onmiddellijk de effecten gaan merken. Er is in een meer formele zin is er tijdens de plenaire zitting niet gesproken over Venezuela. In de caucus, dus in de besloten vergadering van staatshoofden, is wel discussie geweest, maar vrij beperkt. De reden daarvoor is waarschijnlijk, het was toen nog zo vers en niet veel informatie was beschikbaar. Dus men kon zich niet uitgebreid uitlaten daarover. Het heeft ook ermee te maken dat binnen CARICOM er verschillende opvattingen zijn. En sommige landen hadden al op die dag zelf, op maandagmiddag, dus één dag na de verkiezingen, reeds de huidige president, president Nicolas Maduro, gefeliciteerd met zijn overwinning. Sint Vincent en de Grenadines, Dominica en ook Antigua en Barbuda. Er zijn andere landen in het Caribisch gebied die zeggen van laten we even rustig afwachten wat de resultaten zijn. Maar ook gezien al die vragen die gesteld worden en de twijfels die er bestaan en die geuit worden of ze nou waar zijn of niet waar zijn is punt 2. Wordt gezegd, we vragen de Electorale Commissie, de Nationale Electorale Commissie in
Venezuela, om met meer gedetailleerde informatie tekst en uitleg te geven met betrekking tot wie de winnaar is, zodat het gesubstantieerd wordt. Dus niet alleen zeggen wie de winnaar is, maar ook aangeven op grond waarvan. En dat heeft nog niet plaatsgevonden. Die oproep wordt wel gedaan, sterker. In feite is dat ook ons standpunt op dit moment. In deze fase, we hebben ook geen bericht uitgestuurd naar Venezuela. Het kan best zijn dat dat gebeurt in de loop van de week, indien er meer duidelijkheid is. Wij sluiten ons ook aan bij die groep van landen die zegt van, laten we een beetje meer duidelijkheid krijgen, omdat er zoveel uitspraken worden gedaan over de eerlijkheid van het verloop van deze verkiezingen, de telling, dat het andersom ligt. Het zou goed zijn als die informatie op tafel wordt gezet en dat we dus daar heel transparant over kunnen vernemen. Een aantal andere landen in het Caribisch gebied, in Zuid-Amerika, denken er ook zo over. Dus wij wachten even af wat de resultaten zullen zijn van die informatievoorziening. We maken ons wel zorgen om het feit dat sommige waarnemersmissies zich erg negatief hebben uitgelaten over de verkiezingen. De Carter Center met name. En ook die informatie moet je tot je nemen natuurlijk. En daar serieus mee omgaan. Zij waren ter plaatse aanwezig, wij niet. Dus wij zijn bezig alle informatie te verzamelen. Daar op een juiste wijze naar te kijken. Niet te overhaasten. We willen een standpunt innemen dat geïnformeerd is. Op basis van wat we vanuit Caracas horen. We hebben een ambassade in Caracas. En we hebben de eerste berichten ontvangen van hun. Ik moet wel de Venezolaanse bevolking complimenteren met een goede opkomst blijkbaar, maar ook met een hele vreedzame participatie in de verkiezingen. Dat is heel belangrijk en dat moeten we vasthouden, want er is instabiliteit geweest over de afgelopen jaren en we willen niet dat zaken escaleren, want dat creëert een regionale instabiliteit en regionale onveiligheid. Dat is waar we zijn op dit moment met betrekking tot Venezuela. De Suriname Energy Chamber heeft de Suriname Energy Guide 2024-25 officieel gelanceerd. Deze eerste editie van de gids is op 31 juli 2024 gepresenteerd in het bijzijn van president Chandrika Prasad Santokhi. De Suriname Energy Guide 2024-25 is ontwikkeld met als doel de energiesector te verbinden. Deze gids zorgt voor een verbeterde zichtbaarheid en transparantie van alle stakeholders in de energiesector. Vandaag is de officiële launch van de Energy Guide. We hebben er een jaar en 2 maanden aan gewerkt en deze guide heeft een gids waarbij je bedrijven vindt in de energiesector. Dat is olie en gas, elektriciteit en elektrische auto's. En vandaag hebben we dus de gids gepresenteerd. Eerst aan de president en dan natuurlijk voor de rest van de stakeholders. En dit is de CEO-zaak waar je dus aangepakt voor. De bedoeling was om het zo te zeggen dat we daar dus hebben. De bedoeling was dat we die guy deze CEO-zaak moeten af hebben. Het is ons niet gelukt als chamber. Om dat te doen voor wie we verschillende omstandigheden. Wij hebben doelgevraagd om ons dat wat een schrijf te kiezen. En nu hebben wij dus de officiële noodzakelijkheid. Wat we gedaan hebben is om aan te geven welke strategie we moeten volgen naar de toekomst toe. Je moet begrijpen, die guide is een soort gids. Niet alleen een gids voor de normale burger om bijvoorbeeld informatie te vinden over het bedrijf. Maar wij hebben dus een aantal artikelen in de guide. Aan de artikelen over wat is de potentie van Suriname wanneer het gaat in hernieuwbare energie. Artikelen over wat moet worden in op het gebied van electric vehicles. Dus wij hebben in die guide is niet alleen een reflect van informatie, maar het is een gids op Suriname
om ervoor zorgt dat we Suriname de positie die wij hebben als grootste land ter wereld, de positie die wij hebben, dat 50% van onze energie goed is, om ervoor zorgt dat wij vanuit de private sector die richting blijven geven aan de overheid. Om precies zo te om de instellingen mee te helpen. Suriname moet een energiesectorplan hebben. Wij samen met de EAS zijn we bezig om te kijken hoe we onze bijdrage zijn voor de energiesector. En dat we voor de eerste 5 à 10 jaar de IDB geven met een stukje support daar. De bedoeling is dat wij dusdanige artikelen opnemen in de guide dat richting geeft. Aan de sector, dat richting geeft aan de overheid. Daarom hebben we een public-private samenwerking. Dat is de richting geven de dag. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.